Hi, in deze video geef ik je het belangrijkste principe dat je moet weten als je dichter bij elkaar wil komen in een relatie. Als je dit principe niet snapt en niet goed toepast, dan zie je eigenlijk altijd dat de relatie minder wordt, dat de passie verdwijnt, dat jullie uit elkaar groeien en dat jullie in plaats van intiemer worden door de tijd heen, juist minder intiem worden door de tijd heen. En het principe werkt als volgt. Het is intensief contact en periodes van geen intensief contact. Nou, wat bedoel ik hiermee? Ten eerste is, een relatie heeft intensief contact nodig. En wat ik bedoel met intensief contact, bedoel ik echt tijd die jullie samen doorbrengen. Lange periodes die jullie met z'n tweeën doorbrengen, waarbij jullie echt samen zijn. Het kan zijn dat jullie op een vakantie weggaan met z'n tweeën en echt intensief tijd met elkaar doorbrengen. Het kan zijn dat jullie samen een weekendje weggaan, dat jullie samen met elkaar op date gaan op een avond. En daarom zeg ik ook intensief contact en niet contact. Zeker als je met twee mensen in een huis woont, heb je heel veel passief contact en wat minder intensief contact. Jullie zijn gewoon in hetzelfde huis, jullie zijn in dezelfde ruimte, maar jullie doen je eigen dingen en zijn niet echt met elkaar bezig. Jullie zitten naast elkaar naar de televisie te kijken, of de een zit op de iPad en de ander zit op de laptop. En je hebt op dat moment geen intensief contact. Nou, dat geeft ook niks als je die periodes hebt en als je die dingen doet. Maar besef je wel dat je relatie ook het intensieve contact heeft, waarbij je echt actief tijd en energie aan elkaar besteedt. En dat je nog steeds in iedere fase, al ben je al 5 jaar samen, nog steeds tijd met z'n tweeën doorbrengt om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast periodes waarbij je elkaar niet ziet. Dit is een ander groot gevaar in een relatie. Als je constant bij elkaar zit, en dat zie je met heel veel mensen die vooral met mensen die samenwonen, zie je dat je heel veel passief contact hebt. Dat je inderdaad heel veel samen met elkaar in één huis zit, constant bij elkaar op de lip zit. En automatisch krijg je daardoor irritaties, ga je partner automatisch ietsje minder leuk vinden. Dat is bijvoorbeeld, je partner zie je in eerste instantie alleen maar tijdens intensief contact, tijdens dates, als jullie allebei op je best bent, et cetera. Maar tijdens passief contact zie je partner ook als hij moe is, als hij chagrijnig is, als hij 's ochtends uit bed komt en zijn haar helemaal in de war zit. Ik nooit last van, maar andere mensen wel. Maar je ziet alle nare kantjes van die persoon ook. En daardoor zal je merken dat als je te lang bij elkaar op de lip zit, dat je elkaar automatisch minder leuk gaat vinden en eigenlijk uit elkaar groeit terwijl je heel veel bij elkaar bent. Daarom wil ik iedereen aanraden om in relaties ook periodes te hebben waarbij je elkaar niet zit. En daarmee bedoel ik zowel op doordeweekse basis als heb je avondje met je vriendinnen, heb je eigen hobby. Zorg dat je allebei nog een soort van leventje naast elkaar hebt, zodat je elkaar nog wat te vertellen hebt. Maar niet alleen dat, zorg ook dat je af en toe gewoon een periode inlast waarbij jullie 2 weken elkaar even helemaal niet zien. Heel veel mensen vinden dit altijd zo'n gek advies, maar het is een van de beste relatieadviezen die iemand kan geven. Simpelweg omdat je in die 2 weken de andere persoon weer gaat missen, omdat je in die 2 weken weer waardeert de periodes dat jullie wel samen zijn, en omdat jullie even een soort van ademruimte hebt waarbij je weer tot je normale zelfverzekerde zelf komt, tot wie je zelf bent, en dan zie je elkaar weer, dan is het veel intensiever weer dan dat het voorheen was. Dus dit is het belangrijkste wat je moet weten als je dichter bij elkaar wil groeien in een relatie, is zorg voor intensief contact en zorg voor periodes met helemaal geen contact. Nou, dit is misschien wel een van de belangrijkste principes en een van de principes waarop het meest fout loopt. Als je dit niet hebt, dan is het alsof je relatie geen zuurstof krijgt en langzaam als een soort van kaars uitdoopt. Het is niet het enige wat je kan doen. Ik heb een artikel geschreven met in totaal 5 tips om dichter naar elkaar te groeien. Nou, wil je weten wat mijn andere 4 tips zijn? Klik dan op de link in de omschrijving hieronder de video. Dan ga je naar het artikel, dan leg je daar precies uit hoe je ervoor kan zorgen dat jullie je relatie sterker, beter en uiteindelijk ook duurzamer maken. En dat jullie allebei met z'n tweeën een gelukkig liefdesleven kunnen hebben. Nou, wat was dat een prachtig, mooi, happy eind. Dus klik op de link onder de video en dan zie ik je de volgende keer.